Dries van de Velde, beter bekend als Dolle Dries, is een oervlaardingse zeebonk. En sinds hij 5 jaar geleden op tv kwam bij Man bijt hond, geniet hij daarnaast de status van bekende Nederlander. Mijn derde bakkie, kijk, er staat zoveel drank en er altijd een likeurtje erin. Welke? Dat verschillend. Hoe je pet staat. Ja, ik pak maar wat. Dan ga ik proeven. Ik denk, nee, dat smaakt niet in de koffie, neem ik hem er maar naast. Maar ja, een Cointreau of een Bailey, dat gaat in de koffie. En stuur je dan je ochtendgroeten? En dan ga ik gelijk, als ik dan lekker zit, ga ik eerst naar 250 vrouwtjes, ga ik een ochtendgroet brengen. Met een plaatje altijd? Met een plaatje, ja. Altijd. Dus je maakt er echt werk van? Ja. Ja, maar ik krijg, ik weet niet hoeveel terug ook. Maar nou omdat het nou de laatste tijd een beetje tegen zit, dan zeg ik op Facebook, sorry mensen, ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken, maar dat komt wel weer. Ja. En wat stuur je dan elke ochtend? Elke ochtend? Ik weet het, maar vertel. Hey lieverd, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne, gezellige dag en have fun en een dikke knuffel van mij. Ja, het varen, de room is er eigenlijk vanaf. Waarom? Het is niet leuk meer. Nou, tegenwoordig, Hollandse rederijen hebben je haast niet meer. Degene die varen, alleen Hollandse officieren. Bemanning is allemaal Oostblok, Filipijnen, noem maar op. Schepen zijn grote, bemanning minder. Je hebt nou, vroeger had je machinisten en stuurlui. Tegenwoordig heb je Marofs, dan zijn ze stuurman en machinisten gelijk. Zo gauw ze van wacht komen, de schepen staan naast allemaal droog en borrel geen drank meer. Dus ze komen van wacht, gaan gelijk in de hutje zitten. Containerschepen, hier komen ze 's ochtends binnen, 's middags zijn ze weer weg. Dat, ja, dus de room is eraf van heel varen. Het is niet leuk meer. Dus je zou het eigenlijk ook niet meer aanraden? In deze tijd, ja, oké, als je al je papier hebt. Als je, laat maar zeggen, nog kapitein wil worden of stuurman of machinist, ja, dan zou ik het doen. Kijk, je ziet nog wel wat van de wereld, maar niet zoveel als vroeger. Vroeger lag je een paar weken binnen in de haven. En ik kwam natuurlijk heel graag in Afrika. De mooiste tijd gehad. Ja? Ja, tuurlijk. Als ik was ik een paar minuten aan de wal al kon zwarte handen van die negerinnen. Hoe lang heb je gevaren, Dries? 45 jaar. Hoe oud was hij dan toen je aan boord ging voor het eerst? Eerst net 15. En ik ging gelijk van 9,5 maand weg. Zo. Ja. En je zei dat je daarin een beetje je opa hebt opgevolgd, toch? Ja, kijk, mijn opa, die heb ook altijd gevaren. Ook bij Smit, visserij. En mijn opa, 5 zoons. En die voeren ook allemaal. Dus ja, bij mij zat het er al heel vroeg in. Ik was 11, 12 jaar. Ja, ik wil ook varen. Dus ja, zo is dat gekomen. En dat vond je moeder goed? Mijn moeder wel. Mijn vader niet. Mijn vader hield er niet van. Terwijl mijn vader ook in zijn familie een hele hoop neven en dingen die ook voeren. Maar mijn vader dacht, zijn allemaal hoerenlopers en zuiplappen. En, ja. Had hij wel gelijk in? Nou, ook niet altijd. Ik heb mijn jongens gevaren, waren getrouwd. Die konden aan het einde van de reis de vrouw nog recht in de ogen kijken. Je bent niet allemaal hetzelfde. Nee. Er waren toen ook al vooroordelen. Toen waren er ook al vooroordelen, ja. Kijk, drank wel, dat algemeen bekend verhaal is dat. Ja. En je vertelde net dat je ook vernoemd bent naar je opa. Ja, ik heet natuurlijk naar hem. En... Toen ik aan boord kwam en hoorden ze dat ik de kleinzoon was van Dolle Dries, toen heb ik ook zijn naam gehad, een bijnaam. Dus ik denk, ja, dan moet ik zijn streek ook maar gaan doen. Nou, die doe ik af en toe nou nog, dat zit er eenmaal in. En, ja, dat was een mens. Bij Kees Stadhouwer zat hij altijd bij mensen handlezen, dat kon hij helemaal niet. Alleen maar voor een borrel en een biertje. Ja, dat was een boef hoor. Tjonge. En veel op de run gezeten, heerlijk vond ik dat.
Booreilanden, slopers. Maar dat vind je het wel mooi dat familieleden van jou nog steeds varen. Hoewel dat dan... Ik heb nog in de familie die varen nog. Ja. Dat zijn ook heel andere jongens. Kijk, wij zaten vroeger gelijk in de kroeg. Hun niet. Dat is ook wel een verschil. Als wij naar zee gingen weer, dan hadden we een maandbrief naar de kroeg lopen. Dan ging je te poffen. En als je weer naar zee ging, na je verlof, 2,5 maand thuis, stond er nog een rekening. Op bij Jan de Koning, in de Bierbron, op het Mollempie. Nou, dan liet je een maandbrief iedereen sturen, was hij er weer vanaf. En je woont een beetje hier in een soort museum, Dries. Ja, hé. Kan je er wat over vertellen? Ja. Nou ja, kijk, als ik normaal, toen ik nog getrouwd was, dan had ik al ook een hoop spullen. Maar dat mocht ik natuurlijk niet in de kamer allemaal hangen. En laat me eerlijk zijn, dan neem ik geen ene vrouw genoegen mee zo. Maar ja, toen ik hier eenmaal op mijn eigen, en ik zat veel bij Vertoortje vroeger op de Nieuwe Haven. Dat visserijkroepje, ja. Weet je wel. Dan was het ook zo, hing ook alles vol. Dus toen ben ik het hier ook maar gaan doen. Ja, maar dat voelt ook een beetje als een café aan zo. Ja. Echt, weet je, als de Mollem vroeger, weet je nog? Ja, Mollempie. Dat was ook mijn standbeeld. Met dat ding, met Kees. Ja. Maar ja, hoe heet dat? Mijn dochter zei ook, pa, als jij doodgaat, zijn we 3 maanden bezig om gaatjes dicht te smeren. En daar heb ze wel gelijk in. En... Wil je nog wat drinken, jij? Ja, doe maar een beetje water. Geen fris? Nee, ik drink het liefst water, want ik krijg last van mijn tanden. Oh, oké. Okay. Mixie? Nee. Nee? Nee. Thanks. Maar zijn er hier bijzondere stukken waar we wat leuks over kunnen vertellen? Of jij vooral? Alles is mij eigenlijk gelijk. Het enige wat ik heel mooi vind is die telegraaf. Die staat er om de hoek. Weet je wel, die van vooruit en achteruit. Ja. En dat is mijn laatste aanwinsie. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat is een sextant. Een wat? Een sextant. Een sextant? Sextant. Deze vroege sterretje in de zon mee schieten om de positie te bepalen. Wow. Maar heel vroeger, dat heb jij niet... Ja, natuurlijk heb ik dat meegemaakt. Ja? Ja, natuurlijk. Het ziet eruit alsof het uit 1800 komt, joh. Ja, hier heb ik er ook één. Kijk, daar hangt er ook één. En daarbovenin, achter die flessen, daar hangen Russische. Nee, dat werd tot in de jaren 70, 80 nog gebruikt. En ze moeten het tegenwoordig nog kennen, die stuurlui. Want je hebt nou alles is... Alles is digitaal natuurlijk. Dus als er stroom uitvalt. Iets uit zou vallen, moet je toch een positie kunnen bepalen. En jij hebt Facebook ook wel ontdekt, hè? Zijn er dan ook mensen die jou zijn gaan volgen door Man bij het Hond en zo? Een hele hoop wel. Eigenlijk dus dat zijn eigenlijk fans? Eigenlijk had ik, van begin af aan, had ik een YouTube-kanaal moeten. Ja. En elke dag een verhaaltje. Nou, dat ken nog. Ja, ik zit dubieus. Ik wil toch nog even een boek schrijven. Een boek? Een boek. Even? Ja. Over je leven? Ja, net zoiets als ze van die voetballers, René Gijp. Een biografie. Heb ik zitten lezen. Ik denk, nou, dat ken ik veel beter. Ja, als dat... Wordt dan de hoofdtoon uit dat boek? Nou ja, van... Levensloop zo'n beetje. De avonturen van Dolle Dries. Ja, zoiets. Ja. Ja, en wat we ook van plan zijn, we gaan een cd'tje opnemen. Gewoon lekkere, leuke liedjes. Maar het voornaamste liedje, dat zit nog steeds in mijn hoofd. En dat doet mijn maat Robert Smit. Die gaat een liedje maken. Het bekende liedje... Van ik hou van dikke negerinnen met grote postzakken en tepels als sigarenpeuken en dat ze op een pellet aan boord gedraaid werd. Dat gaat hij voor me doen. En die komt op een complete cd? Die komt op een complete cd. En die kunnen we kopen?
Die kun je kopen. Wanneer? Voor de kerst. Lijkt me een mooi streven. Ja, als die corona... Ik moet naar Brabant. En dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Ja. En ken jij een beetje zingen dan? Ja, ik ben een... hoe heet die? Met zo'n whisky stem. En die zong het. Kijk, daar is hij. Met hem ga je een nummer opnemen. Ja, dat is mijn maatje. Klinkt goed. Ja. Als ik nou ergens in een supermarkt loop, dan kom maar zo. Of in het openbaar vervoer zit. En dat vind je niet erg? Ik niet. Dat vind ik wel leuk. Heb je dan ook dat er andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt vroeger naar je toe trekken? Nee. Het zijn meer de jonge bewonderaars. Ja, want ik ben vorig jaar met vlaggies op Scheveningen. Zijn we met een heel ploegje uitgenodigd, meevaren. Daar zaten weer mensen op die in de mosselvisserij zaten. Daar zijn we uitgenodigd een maand later om daar mee te varen en tullen, eten. Maar ik kwam ook in de trein. Heel groepen jongeren. Ik kwam uit Noord-Holland vandaan. Hé, hey, Dolle Dries. Bier uit de tassen en gelijk verhalen vertellen. Ja, dat was wel leuk. Dus je kan het iedereen aanraden? Ja. En in de Kuip hebben ze een vlag van mij. Van jou? Feyenoord, ja. Oh, zo. Wat bedoel jij met een vlag van jou? Nou, alle opnaampjes van Man bij het Hond, Dumpet. Wat zeg ik als laatste altijd? Weet ik veel. Wel gelachen, hoor. En dat staat op een vlag? Ja. Waarom heb jij dan geen vlag daarvan hier? Nou, die kennen hier niet kwijt. Dat is echt de Feyenoord-clan, hè, daar. Oh, die nemen ze mee dan? Dus in de Kuip. Wel gelachen, hoor. En nou zouden ze de Dolle Dries bij zetten. Heb je er foto van? Nou, van die vlag wel, ja. Jeetje, je hebt gewoon supporters. Ja. En wat denk je dan dat die jongeren zo leuk vinden aan jou? Nou, het meeste, en dat gaat nog, heden dagen nog, die opmerkingen van mij, dat ik die negerin op een pallet aan boord gedraaid heb, en zulke grote postzakken en tepels als sigarenpeuken. En dat vinden die gasten, die vinden dat prachtig. Want dan zei ik op de teken, ik zei ja, ik val natuurlijk op dikke, hele dikke negerinnen. Met die grote postzakken, tepels en sigarenpeuken. En dat is nou nog steeds. Dat ja. Ja, dat is nog maar een kleine vlag, hè. Nou, hij ziet er niet klein uit. Maar die ze in het stadion hebben, die ik weet niet hoe lang. Maar wel gelachen, hoor. Staat erop. En hebben ze dan... Wanneer... Dat was altijd als einde van het filmpje. Ja, we hebben wel gelachen. Maar wanneer hebben ze dan die vlag? Die vlag die hebben ze al een paar jaar. Elke keer? Meestal een heel belangrijke wedstrijd in de Kuip. En, ja. Ja, ik weet helemaal niet hoe dat werkt bij voetbalwedstrijden. Dat je dan vlaggen... Wat doet jouw vlag dan daar? Die vlag is van hun, maar dat ja, staat op mijn... Maar ben jij een Feyenoorder, bedoel ik? Ik ben een Feyenoorder, maar ik ga nooit naar de Kuip. Nee. Oh. Nee, ik ga er nooit heen. En ik heb een tijdje geleden kreeg ik studenten uit Groningen. Die hebben een boek geschreven. Dat wordt eens het jaar uitgegeven. Ja, een duur boek, hoor. Er staan ook, vroeger zouden ze naar Vlaardingen mogen komen, Concordia. Hele interviews gehad. Drie jongens, een meid erbij. Zo'n dag gehad. Ja. En dat boek werd naar me toe gestuurd. Kijk, hier. Toen was ik 16. Jo. Wat een bravie. Ah. Hier was ik 19. Je lijkt gewoon een keurig heertje. Toen was ik 19. En wat ga jij vandaag nog doen? Nou, ik ga straks, als jij weg bent, dan ga ik gauw naar Max. Ja. Kijken of je wat eten wil. Dus je bent een beetje mantelzorger nu. Ja, daar ben ik al een tijd, want koken ken ze al heel lang niet meer. Een paar keer in brand gestaan achter het fornuis. Zulke reuma handen en nee, het is zielig.
Maar ja, ik blijf het toch maar doen. En ja, mijn plicht eigenlijk, vind ik. Wat mooi dat jullie dat voortzetten. Ja, ook neem me wel een petje voor me af. Maar er zijn er ook bij die zeggen, je bent toch gescheiden van dat wijf? Ik zeg, ja, ik zeg, dat is mijn schuld. Want ze hebben honderdmaal gevraagd, wil je niet terug? Ze zei, nee, ouwe, als ik nou terugkom bij je, dan kan ik over 3 maanden weer een huisje gaan zoeken. Zegt ze, ja, jij gaat toch met je streken de kist in. Ja, dat zal wel. Ja. Ja. Nou, vriendje. Doei. 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 Bedankt, Dries. Graag gedaan. Doei, doei.